Yes jongens, het is Daan hier en tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals je in de titel hebt kunnen zien, gaan we eiwitrepen maken. En ik heb er heel veel zin in. Ik weet niet of het gaat lukken, want ik heb dit nog nooit eerder in mijn leven gedaan. Maar dat is natuurlijk ook weer gelijk een hele mooie test, hè. Als ik het kan, kan jij het ook. Dus, wat we gaan doen. We gaan zo meteen naar de winkel toe. We gaan de ingrediënten halen. Als het goed is, is het voor 20 repen. Dus dat is best wel heel erg veel. En aan het eind van de video wil ik dan gaan kijken van, is dit goedkoper dan dat je eiwitrepen haalt bij een Body & Fit Shop of bij een XXL Nutrition of wat dan ook. Dat is dus waar ik achter wil gaan komen. En ook of ze lekker zijn en of ik dit keer wel kan koken. Want jullie hebben vaak gezegd dat ik niet koken kan. That's what I need. Bam. Kop dicht. Er zijn een aantal producten die ik nodig heb voor ik kan beginnen met het maken van de eiwitrepen. Twee daarvan heb ik hier staan. En dat is eiwitpoeder en pindakaas. Daarnaast heb ik havermout nodig, honing, blauwe bessen, gedroogde cranberries en water. Nou, in plaats van water ga ik melk gebruiken die ik in de vorige video heb gekocht. Deze. Ik weet alleen niet of ik daar nog 100 van heb. 100 milliliter heb ik nodig namelijk. Maar dit is een soort havermoutmelk. Hoog in fiber. Dus misschien kunnen we dan die eiwitreepjes nog wat opkrikken in die fiber. Je weet het. Ik gebruik trouwens smaakloze eiwitpoeder. Je kan ervoor kiezen om smaakjes te gebruiken. Dus hier heb ik vanille volgens mij. Dit is chocolade. En dit is iets van vanille ook. Maar ik wil wel eens weten hoe het smaakt met... zonder smaakstoffen. Want ik 9 van de 10 keer vind ik de smaak van eiwitpoeder net niet helemaal. Dus ik hoop dat de honing dat een beetje recht gaat trekken. Maar zoals ik al zei, het schijnt heel makkelijk te zijn. En zelfs een ei als ik zou het moeten kunnen. Het is namelijk zo dat je alle ingrediënten in een kommetje pleurt. En daarna op een bakplaat pleurt. En dan in de koelkast pleurt. En 2,5 uur wacht. En dan moet het klaar zijn. Zeggen ze. Maar first things first. We moeten namelijk eerst de ingrediëntjes hebben. En wist jij, als ik keihard op mijn bank sla, dat mijn bank verandert in mijn auto? Komt ie. Let op, hè. Dit gaat heel snel. 3, 5, 6... Oké, dat was echt de slechtste transition ever. Maar we zijn naast de auto. En dan jongens, het belangrijkste ingrediënt, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen op het moment dat je gaat koken, is vuilniszakken. Want als het niet lekker is, dan moet je toch wegvleuren. Toch handig dat je ze hebt dan. Oké, jongens, bij deze alle ingrediënten die we nodig gaan hebben, dus de havermout, het fruit, en hier is dan gedroogd fruit. We hebben de honing, de whey, pindakaas en de melk heb ik vervangen door deze, zoals ik net zei, de oat havermout ding. In totaal was ik met korting 16 euro kwijt en zonder korting was het volgens mij 18. De pindakaas had ik natuurlijk al en die almondmelk die reken ik niet mee aangezien je ook water kan gebruiken. Dus stel je voor een klein potje pindakaas komt er 2 euro bovenop, ben je 20 euro ongeveer kwijt. Wat best schappelijk is, want als het zegt dat je er 20 repen uit kan halen, betaal je nog geen euro voor 1 reep met 22 gram eiwit. Dus we gaan het zien. Nee! Yes! 100 gram gedroogde cranberries. Nou, ik kon niet alleen gedroogde cranberries vinden, dus heb ik dit potje gekocht waar ook nog andere soorten bessen in zitten. Een mix van pitten en gedroogd fruit is dit. Dus hier gaan we even 100 gram van pakken. En dan 360 gram proteïne. Je kan de bars natuurlijk een smaakje geven door ze proteïne vanille erin te doen of chocola. Dus ik heb proteïnepoeder zonder smaak, maar ik denk dat je hier best een chocolade of een vanille smaakje bij had kunnen doen. Bam! 360 gram. Dit is wat de proteïnereep moet gaan maken. Behalve het bakje koffie natuurlijk. Dus 360 gram proteïnepoeder, 60 gram pindakaas,
50 gram normaal fruit, 100 gram fruit en nootjes, 100 milliliter water, melk, wat je wil, havermout en dat is het dan. Dit moet je mixen en bij elkaar pleuren. En dat deeg moet je dan verspreiden over een bakplaat en in de koelkast en dat zou het moeten zijn. 20 repen kun je hiervoor maken, dat is echt veel. Laten we maar eens gaan beginnen. Gezet. Ik heb mijn handen redelijk schoon op het moment en we gaan die even hier oppleuren en zo ver mogelijk verspreiden, zodat als ze 2,5 uur later uit de koelkast komen, dat we ze in mooie blokjes kunnen snijden. Zodat je echt goede proteïnereepjes hebt. Ik heb volgens mij een kwartier bij de wasbak gestaan. Het maken van deze shit duurt echt maar 10 minuten. Maar bij de wasbak ben je echt een half uur bezig om alles van je klauwen af te krijgen en ik heb het er nog steeds niet af. Maar we got this en ja, we gaan erop pleuren. Dus 2,5 uur later en het ziet er zo uit en het lijkt redelijk hard. Maar we gaan kijken hoe het smaakt. En nu, the moment of truth. Is het lekker? Het is niet verkeerd. Zoals ik net zei, denk ik dat je beter eiwitpoeder met een smaakje kan pakken, maar als 20 gram eiwit in één zo'n reep zit, is dat best wel heel erg sick. Het zit ook hoog in fiber, volgens mij is het 5 gram per reep. Je ziet nu alles in beeld trouwens. Alleen, je moet ze wel iets beter verdelen. Bij mij is de ene reep heel groot en de andere wat minder. Dus, maar als je het gedeeld door 20 zou doen, dus in 20 verschillende repen, zou het ongeveer 20 gram eiwit per reep moeten hebben. En ik vind het best wel lekker. Het lijkt eigenlijk ook meer op een soort mega muesli bar. Met 20 gram eiwit, dan dat het lijkt op een eiwitreep. Maar. Dus, conclusie. Zorg dat je eiwitpoeder een smaak heeft. Ik denk dat het beste je iets kan doen als fruit. Bosbessen of zo, of aardbei. In ieder geval iets wat bij de bessen past die je erin pleurt. Daarnaast, het is gewoon goed gelukt. Ze zijn heel lekker. Ik heb normaal namelijk met eiwitrepen dat ze echt lastig weg te kouwen zijn. Ik vind ze mega taai. En deze hebben er ook wel wat weg van, omdat al die honing en shit, dat blijft lekker aan elkaar plakken. Maar ik vind ze wel heel lekker. Ik vind ze wel beter, want 9 van de 10 keer met een eiwitreep ben je er halverwege zat van. En ik denk dat ik hier wel wat van kan eten, hoor. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik weet dat het een iets kortere video is dan ik normaal doe, maar het is ook een voedingsvideo en daar vroegen jullie om, dus dat leek me wel leuk om te gaan doen. En als je ze zelf van plan bent om te maken, tag me er even in op Instagram als je een fotootje maakt of in je verhaal of wat dan ook. Zou ik leuk vinden om te zien. En ik denk dat ik jullie in de volgende video weer zie. Vergeet niet om op die like knop te beuken. Abonneer op het kanaal als je nieuw bent. En zoals we altijd zeggen, we got this. I'm out. Rocker. I'll be on the way, you can beat me in 5, I'll be on 9, I'll be on 10.